deel 3 en tevens het laatste deel van deze serie. En vandaag wil ik jullie gaan laten zien hoe je alle voorwaarden die we in de vorige video's hebben gemaakt kan gaan gebruiken in een flow om de verlichting aan te schakelen. Mocht je nou de vorige video's niet hebben gezien, kijk dan even op mijn YouTube kanaal. Dan kan je die even bekijken en eventueel de flows gaan maken die we toen gemaakt hebben. Heb je die video's wel gezien en de flows gemaakt? Blijf dan lekker kijken, want we gaan nu een flow maken om de verlichting aan te schakelen. Oké, daarvoor gaan we eerst linksonder in de hoek op nieuwe flow klikken. En dan krijgen we een nieuwe flow. Gaan we als eerst eventjes een naam invullen. Verlichting aan op aanwezigheid. En dan gaan we beginnen in de als-kolom. In de als-kolom gaan we een Petar Lotje kaart toevoegen. En dat is Avariable Changed. Als we die geselecteerd hebben, kunnen we rechts in beeld kunnen we gaan zeggen welke variabele dat moet wezen. En dan gaan we zeggen verlichting nodig. Dan gaan we door naar de N-kolom. In de N-kolom gaan we alle voorwaarden neerzetten die we in de vorige video's gemaakt hebben. En daarbij gaan we beginnen bij de It's True kaart. En dan gaan we weer rechts in het scherm zeggen verlichting is nodig. Dit is dus een van die voorwaarden die we in de vorige video's gemaakt hebben. En nu gaan we nog een kaart toevoegen. En dat is de text contains. Gaan we als waarde neerzetten dagdeel. En als waarde gaan we zeggen middag. Dus met deze kaart gaat hij kijken wat het dagdeel is. Nou moet die middag zijn en dan gaan we nog een kaart toevoegen en dat is greater than kaart. Hier gaan we de aanwezigheidsscore neerzetten en dan zeggen we als nummer 3. Dus wat we tot nu toe gemaakt hebben is als de variabele verlichting nodig verandert en de verlichting waar of verlichting nodig is waar. En het dagdeel is middag. En de aanwezigheidsscore is groter dan 3. Dan kunnen we gaan schakelen op. Kunnen we de verlichting aan gaan schakelen. Alleen ik wil graag ook dat hij dat in de avond doet. Dus ik ga de kaarten voor de avond ook in de N-kolom toevoegen. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we al gedaan hebben, alleen het dagdeel wordt dan avond. Dus als eerste gaan we iets true toevoegen. Zeg ik, dus waarde is verlichting. En dan ga ik op het kaartje klikken en dan sleep ik hem naar beneden. En dan komt de or-functie en dan laat ik hem los. Dan gaan we de kaart text contains weer toevoegen. Zeggen we nog een keer dagdeel, alleen nu bij de tekst vullen we avond in. En volgens mij had ik een avond met een hoofdletter gedaan. Oké, zo. Dus die hebben we ook gedaan. Nu voegen we alleen nog eventjes de aanwezigheidsscore toe en dat is de greater than kaart. Vullen we als waarde weer de aanwezigheidsscore in en als nummer weer 3. Een oplettende kijker zal nu gezien hebben dat ik de aanwezigheidsscore met een Bedelotje kaart heb toegevoegd. En in de vorige video's heb ik de aanwezigheidsscore gemaakt met de logica van Homie zelf. Alleen ik kwam erachter dat de logica van Homie zelf nog niet zo goed werkt. En ik vaak een geofence update had gedaan. En die aanwezigheidsscore niet verhoogd werd. Dus ik heb toen alles omgezet naar Bedelogic.
En dat werkt een stuk beter. Hè? Dus vandaar dat ik nu Pedalogic gebruik. Oké, dan hebben we de N-kolom hebben we helemaal ingevuld. Gaan we nu door naar de Dan-kolom. En dan kan je nu alle lampen gaan toevoegen die je aan wil hebben. En ik gebruik Philips Hue. Dus ik kan zeggen, zet alle lampen aan in een ruimte. En dan voeg ik hier een woonkamer toe. Ik wil ook graag nog eventjes een berichtje krijgen dat de verlichting aangaat. Dus ik ga de mobielkaart toevoegen en dan zeg ik stuur pushbericht. Als eerste ga ik een gebruiker kiezen, dat ben ik zelf. En dan kan ik een berichtje invullen. Oké, okay, dit is mijn berichtje dat ik wil krijgen. En dan ga ik nu de flow opslaan. Oké, okay, nu hebben we dus de flow gemaakt. En we hebben nu gemaakt dat als de variabele changed, en de variabele is verlichting nodig. En verlichting nodig is true. Het dagdeel is middag. En de aanwezigheidsscore is groter dan 3. Of verlichting nodig is true. Het dagdeel is avond en de aanwezigheidsscore is hoger dan 3. Dan moet hij alle lampen aanzetten in de woonkamer. En hij moet mij een berichtje sturen in verband met donker. Dit is dus een flow om de verlichting aan te schakelen met de voorwaarden die we gemaakt hebben in de vorige video's. Nu kan je natuurlijk nog heel veel flows gaan maken en deze voorwaarden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen die je wil schakelen of open en dicht wil laten gaan. Of de verwarming die je aan of uit wil zetten. En dan kan je zeggen bijvoorbeeld, ik wil de verwarming aan hebben, maar moet het dagdeel wel middag zijn of alleen avond. Of je kan zeggen, in de ochtend wil ik dat de verlichting aangaat. En hij moet, als het middag wordt, moet hij weer uitgaan. Dat kan je dus allemaal met deze voorwaarden gaan maken. Dit is één voorbeeld. Mocht je nog ideeën hebben, laat ze even achter onder in de reacties. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. En vergeet ook niet dat belletje aan te klikken. Dan krijg je altijd een berichtje als ik weer een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.